In het kader van het 200-jarig bestaan van de Amsterdamse Straatweg wordt er op de Plantage een expositie gehouden door diverse kunstenaars. Omdiep TV gaat een kijkje nemen. Wat houdt het project in? Dat er geprobeerd is om in alle lege winkelpanden, dat zijn er nogal wat, om daar kunstenaars die ruimte te laten inrichten, zodat de straat er gezellig uit zou zien. Want lege panden is natuurlijk altijd niet zo aantrekkelijk. De gemeente was van plan om hier een etalageroute te organiseren. En die hadden mij gevraagd of ik als vrijwilliger een beetje mee wilde helpen. Dus niet als kunstenaar, maar als vrijwilliger. Maar ik had het nog niet gerelateerd aan mezelf. En toen ben ik dat dus later wel gaan doen. Toen dacht ik van, hé, ik kan het mooi combineren dat ik een tentoonstelling organiseer. Omdat we voor onze opleiding een tentoonstelling moeten maken. Maar ik kan het dan ook hier in de wijk gaan doen. En is dat gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Helaas niet. Het wijkbureau heeft er ontzettend veel tijd en aandacht aan gegeven. Het heeft denk ik ook wel wat gekost. Maar de pandeigenaars eigenlijk, die wilden eigenlijk niet meewerken. Er zijn maar een paar die dat wilden. En waarom wilden de andere eigenaren niet meewerken? Dat is mij niet duidelijk geworden. Jij exposeert hier met foto's. De foto's die hier hangen zijn van ondernemers van de Straatweg. Dat is een serie van wat bijzondere ondernemers die hier in Utrecht zitten. Meer de kleine ondernemers, zeg maar. Dus de wat leukere zaakjes, veel buitenlandse zaakjes, farmatentjes. De kleine kapper die er al 40 jaar zit. Dus daar ben ik door gefascineerd. En die staan er echt met hart voor de zaak. En dat merk je ook. En dat zijn ook echt hun tokootjes, hun paleisjes. Hè? Dus dat maakt het leuk, vind ik. Dat is heel eigen. Ik ben nu eigenlijk ook met hele kleine werkjes bezig. Die zie je aan de buitenkant als je buiten de ruimte bent. En de Amsterdamse Straatweg is natuurlijk een hele mooie straat om in beeld te brengen ook. Nou, ik woon hier natuurlijk aan die straat, dus dat is gewoon mijn leefomgeving. Ik ga naar Turkije, ik ga naar de Grand Canyon, maar dit is het geen berglandschap, maar het is iets wat je wel de hele dag ziet. Dus daar leef je mee. En ik vind de vuurtoren, ik zie het als een vuurtoren door dat oranje dakje, maar de watertoren is een heel markant gebouw in deze straat. En ik heb één klein tekeningetje, heb ik er ook een beetje groen in gemaakt. En dan zou je het ook bijna als bergen kunnen zien. Dus dan eigen je toch weer de straatweg. Die trek je eigenlijk naar je toe als een soort van landschap weer. Waar we nou voor staan, dat is helemaal van papier gemaakt. Dus helemaal geplakt en uiteindelijk met nog een achterlaag en dan op standaard gezet. En deze twee mensen, daar ben ik erg aan gehecht, want dat zijn mijn vader en moeder en dat kleine babytje, dat ben ik zelf. Maar omdat het om een etalageproject ging, heb ik er een soort zo'n standaard van gemaakt die je ook wel eens in winkels ziet met een stofzuiger ervoor, alsof ze een stofzuiger aanbieden. Nou, ik heb ook deze meneer gemaakt. Dat zou een bewoner kunnen zijn van deze wijk. En die heeft nou niet direct met etalagekunst te maken, maar het is wel iets dat je ook met etaleren doet, dat je iets moet aanpassen aan de situatie. Ik dacht dat dit wel een meneer was die hier in de wijk zou aanspreken. En dat is Ali Hemming. Die heeft het keramiek gemaakt. Tot wanneer blijft deze expositie nu? Deze tot 22 september. Dan kun je hem nog in de etalage zien. Dan is het niet meer open, want we mogen het eigenlijk niet open houden van de makelaar. Alles staat zo opgesteld dat je het van buiten kan zien. En het is eigenlijk allemaal gebaseerd op het onderwerp etaleren. Is het de bedoeling dat er in de loop van de dagen of in de loop van de weken nog meer doeken of andere dingen komen te hangen of te staan? Nou, wat ons betreft wel, maar wie wil moet ons maar benaderen.